Kaarsjes voor vermoorde Ximena. Seksruil Wassenaar leidt tot feestverbod. En Nederlands voetbalelftal traint in Noordwijk. Het is dinsdag 28 februari. Dit is het TV West nieuws. Dag dames en heren. De 15-jarige Ximena is met messteken om het leven gebracht. Dat heeft de politie gisteravond bevestigd. Het meisje werd zaterdagmorgen vroeg gevonden op de stoep voor een portiek in de Gouden Regenstraat in Den Haag. En daar staat ook onze verslaggever Mark Kool nu. Mark, wat is er nog meer bekend over de moord? Nou, het belangrijkste nieuwe nieuwsfeit nou wel is wel inderdaad de messteken waarmee het meisje om het leven is gebracht. Ximena die ging vrijdagavond stappen met een vriendinnetje. Daar zou ze ook blijven logeren. Nou, tijdens die stapavond zijn ze elkaar kwijtgeraakt. En toen zij 's nachts naar dat logeeradres ging, zelfstandig, toen is ze daar nooit aangekomen. Nou, de volgende dag werd ze hier op straat levenloos en naakt aangetroffen. Een 25-jarige jongeman die hier woont in de portieke woning, die heeft zich later bij de politie zelf gemeld. Nou, en dat gaat om een jongeman die behoorlijk wat psychische problemen heeft. Bovendien is hij in 2002 ook een keertje al in aanraking geweest met justitie. Want toen had hij op school iemand anders neergestoken. En daarvoor heeft hij 2 jaar jeugd-TBS gekregen. Ja, Mark, heb je al enig idee hoe ver de politie nu met het onderzoek is? Nee, dat is nog een beetje onduidelijk. Het is ook onduidelijk of de verdachte inmiddels al een verklaring of een bekentenis heeft afgelegd. Wat wel duidelijk is, is dat de politie nog steeds op zoek is naar getuigen. Het meisje is namelijk op die bewuste nacht, vrijdagnacht om 3 uur 's nachts, nog op de Acaciastraat gesignaleerd. En daar heeft ze op een wit bankje gezeten, mogelijk ook met iemand anders. En de politie die wil natuurlijk heel graag weten wat er die laatste uren van haar leven, wat er allemaal is voorgevallen. Dus ze is op zoek naar getuigen. Nou, het meisje is afkomstig uit Noodorp en in die plaats is onthutst gereageerd op haar dood. Verschrikkelijk dat zulke jonge kinderen niet meer op straat kunnen lopen, dat maar gebeurt. Ik heb zelf ook 2 kinderen. Nou, ik zou niet weten wat ik zou uitvreten om zo'n dader eventueel te pakken te nemen. Ja, afschuwelijk. Ja, je ziet toch dat het ook toch overal kan gebeuren. En als je dan hoort op welke manier en waar, dat is toch wel eng dat het zo dichtbij is. Ze zat bij mij op mijn oude school, zeg maar, op het Zegbroekcollege. En ze was zeg maar een vriendin van een paar vriendinnen van mij. Dus als zij met haar omgingen, dan was ik er ook wel eens bij. Dus ik heb er wel een paar keer gezien en wel met haar om ben ik wel gegaan. Wat voor meisje was het? Ja, ze was wel heel sterk. Want ze zat, zat op rugby en zo. En ze stond heel sterk in haar schoenen en dat soort dingen. En ze was wel gewoon heel lief en alles. Ik werk voor de gemeente in de Jan Janssen Sporthal. En je ziet die kinderen van groep 3 tot en met groep 8 die ze aankomen. Ja, zo'n grietje ook, misschien 3 jaar van school of gaat naar de grote school. Die wordt gewoon vermoord daar. Door een of ander al achterlijke psychopaat, hoe moet je ze verder noemen. Raadsleden en wethouders in Wassenaar mogen geen feestjes meer bouwen in het gemeentehuis na afloop van vergaderingen. Dat heeft burgemeester Jan Hoekema gisteren bekendgemaakt. Aanleiding zijn de aantijgingen tegen wethouder De Greef. Hij wordt beticht van het onheus bejegenen van een vrouwelijk raadslid na een vergadering. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen die avond. Tijdens de persconferentie zegt Hoekema zich diep te schamen. Hij kondigt maatregelen aan om herhaling van een dergelijk nachtelijk drankgelag te voorkomen. Maatregel 1. Zogenaamde nazitten blijven beperkt tot maximaal 1 uur na afloop van de raadsvergadering. Maatregel 2. De dienstdoende bode is degene die het gebouw afsluit na bijeenkomsten. Maatregel 3. Drank wordt slechts bewaard en beheerd in de bodenkamer. 4. In het gebouw wordt niet gerookt. Ik wil een totaal grondig onderzoek naar de integriteit van echt alle betrokkenen. Maar ook wat er nou wel en niet gezegd zou zijn? Ja, dat moet maar uitgezocht worden. Daar worden mensen over ondervraagd. En die gaan dan vertellen wat er precies die avond door hen is gehoord. En dan hopen we toch tot een reconstructie te komen en tot een oordeel over het ten laste gelegd of dat juist is of niet. De maatregelen gaan met onmiddellijke ingang in. Straks, Joan uit Nieuwerkerk aan de IJssel gaat als Indiaan naar Azerbeidzjan. En ze heeft er zin in.
Het ongeluk op de A35 bij Almelo, waarbij begin februari 6 mensen omkwamen, is veroorzaakt door een menselijke fout van een automobilist uit Deventer tijdens het invoegen op de snelweg. Dat concludeert de politie na technisch onderzoek. Bij het ongeluk kwamen 2 broertjes van 7 en 8 jaar, hun halfzus van 21 en hun 48-jarige moeder uit Zoetermeer om het leven. Ook de 40-jarige man uit Deventer en zijn dochter van 8 overleefden de klap niet. De vader van het gezin uit Zoetermeer raakte gewond. In een huis aan de Conradkade in Den Haag is gisteravond brand geweest. De brand was in de zolderkamer van het huis. Om het vuur te kunnen blussen heeft de brandweer een deel van het dak moeten slopen. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn. De oorzaak van de brand aan de Conradkade wordt onderzocht. De Occupy-beweging in Den Haag heeft met een bijeenkomst op het Malieveld het demonstratieseizoen geopend. Of Occupy deze lente zelf nog op het Malieveld staat is onduidelijk. Burgemeester Van Aartsen ziet ze graag vertrekken. De beweging zelf denkt daar niet over. Prins Willem-Alexander heeft zijn moeder vervangen bij de 70ste herdenking van de slag in de Javazee. Koningin Beatrix liet bij de herdenking in de Haagse kloosterkerk verstek gaan vanwege de gezondheidstoestand van prins Friso. Bij het binnenlopen van de kerk heeft de prins niets gezegd over zijn broer. Hiawatha Pocahontas. Het commentaar op de outfit van Joan Franca was niet mals tijdens de finale van het Nationale Songfestivallied. Joan Franca kan er niet mee zitten. De goedlachse inwoonster van Nieuwekerk aan de IJssel heeft zin om ons land te vertegenwoordigen met haar zelfgeschreven liedje You and Me in Azerbeidzjan. Nou, en dat waren dan de toppers met het oude Songfestivalliedje Shine, waar we nog knap laatste mee zijn geworden. En dit jaar gaat Joan Franca naar het Eurovisie Songfestival in Baku aan de Kaspische Zee. Zullen we ons laten gelden met You and Me. Het publiek viel massaal voor het Indianenmeisje, maar de kritiek die ze van de jury kreeg, loog er niet om. Joan Franca kan daar niet mee zitten. Ik vind mijn outfit nog steeds echt gewoon te gek en ik ben gewoon blij dat ik het aan heb getrokken. Joan maakte haar eigen jurk en schreef ook You and Me, samen met Jessica Hogeboom. Nou, mijn liedje gaat over mijn eerste jeugdliefde, van toen ik echt, denk 6 jaar was. En ja, als je klein bent, speel je Indiaantje en ben je een beetje, ja, dat teken in ieder geval. En ja, die toy staat voor mij een symbool als, ja, je draagt het verleden altijd bij je. In Nieuwekerk aan de IJssel zijn ze trots op Joan. Ja, heel erg leuk. Maar ook dat we eindelijk weer eens een keertje, ja, toch weer kansen gaan maken. Ja, geweldig, hè? Ja, ik ben helemaal blij voor haar. Ik heb de moeder van de week gesproken, nou, en die was ook helemaal trots op haar. Heeft u al een Indianentooi besteld? Nee, dat doen we niet aan. Daar ben ik te oud voor. En die outfit, want daar heeft iedereen het over. Nou, het is heel spectaculair. Dus het kan 2 kanten op gaan, maar ik denk dat ze er wel gek van zijn. Dus ik hoop dat het helemaal goed komt. Vandaag was Joan te gast bij Radio 2. Daniel Dekker is erg enthousiast over het lied You and Me. Omdat het een heel traditioneel, eerlijk liedje is dat ontzettend goed in het gehoor ligt met een catchy refreintje. En ook wel aansluit op de muziek van vandaag. Kan je een heel klein stukje voor ons zingen? Nee, ja, dat kan ik niet doen, helaas. Oh. Nee. Wat een teleurstelling. Ja. We moeten dus wachten op Azerbeidzjan. Nou, toi toi toi, dan maar Joan. Gaan we verder met sport. Het Nederlands elftal speelt morgen een oefenwedstrijd in het Wembley Stadion tegen Engeland. En daarom is het Nederlands elftal neergestreken in Katwijk. Dit keer met debutanten Ola John en Luciano Narsing. En beide heren werden ontgroend, mochten als eerste naar buiten. En daarna kwamen de grote jongens met onder andere Tim Krul. Hij is bezig aan een ijzersterk seizoen bij Newcastle United. Ja, het gaat lekker. Het gaat met mezelf ook lekker. Wat ik zeg, mijn eerste seizoen als eerste keeper. En ja, het is alleen maar mooi dat we gelijk meedraaien natuurlijk met de top. En ja, persoonlijk front is dat natuurlijk, kon ik niet meer hopen dat het zo goed zou gaan. Krul is eerste keeper in Newcastle en de Engelse media zijn lovend over hem. Hij lijkt dan ook verzekerd van een plekje in de selectie voor aankomende zomer. Ik hoop natuurlijk als het zo door blijft gaan ook bij mijn club. Dat is het enige wat ik op dit moment kan doen. Als het doorgaat is er een mooi toernooi einde van het seizoen. Ik heb een beetje het gevoel dat gat tussen jou en degene die achter je staat, dus de vierde keeper die er dan uiteindelijk niet is, dat die heel groot is. Dus dat jij sowieso wel meegaat naar het EK. Ja, niks is sowieso. Dus ik moet gewoon lekker mijn best blijven doen bij de club. En als het zo gaat, dan zitten we op de goede weg.
En dan een ander voetbalnieuws. Trainer Corné van Doorn van voetbalvereniging HBS in Den Haag is op non-actief gesteld. Er zou geen chemie meer zijn tussen hem en de spelers. Het is nog niet bekend wie van Doorn als trainer gaat opvolgen. Vrijdag of zaterdag wordt die beslissing pas genomen. En dan het weer. De dag is nat begonnen. Hoe ziet het er verder vandaag uit? Hup Museum. Vandaag is een dag met veel bewolking en vooral in het begin van de ochtend kan er nog wat motregen vallen. Verder kan er langs de kust mogelijk mist binnendrijven. Verder staat er een matige zuidwestenwind en die gaat wel zachte lucht aanvoeren. Vanmiddag ligt de temperatuur rond de 10 graden. En dan blikken we nog vooruit op Tiswat van vanavond. Uiteraard weer een aflevering uit de serie over kappers. Vandaag een kijkje bij de kapsalon Black & Beautiful aan de Haagse Stationsweg. We geven haar veel stress en toch kan ze met ons handelen op een goede manier. Zij luistert niet en ik moet sterk zijn om hen onder controle te krijgen. Dat is de waarheid. Nou, laten we hopen dat hij niet uitschiet. Dit dus straks na het nieuws in Tiswat vanaf 16:45 op TV West. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Meer nieuws vindt u uiteraard op onze website omroepwest.nl en op 89.3 Radio West. Straks dan kunt u nog kijken naar het programma TV West Sport. En vanmiddag om 17:00 is er weer een nieuwe uitzending van het TV West Nieuws. Graag tot dan en alvast een hele fijne dag.